Yo, kijk van dit Coach Games. Welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben Jessen en vandaag speel WWE World Heavyweight Intercontinental Championship. Gaan we terughalen. Misschien, ik heb laatst een paar weken geleden een video geüpload. Elimination Chamber match, als het goed is. En zien jullie de Intercontinental Championship? De Brian Kendrick. Hij heeft die championship van mij gestolen, hè, kijkers. En we gaan hem nu terugvechten. Maar natuurlijk zetten we onze Universal. Zetten we gewoon voor. Dus ik zet mijn championship er ook op. De world title. En dan gaan we hem eens ownen. Kijk, jou willen we. We doen twee championships. En jou. Boom. En we gaan nu gewoon fighten. Dan gaan we iedereen kapot maken. En we doen Hell in a Cell. Dus we mogen alles met dezegene doen wat we willen, kijkers. Het is ik tegen de Brian Kendrick voor die stomme championship. Want die wil ik nou gewoon eindelijk halen. Hij heeft hem van mij gestolen. Dat wil ik niet. Ik ga hem terugstelen. Maar met geweld. Dus kijkers, wat gaan we doen? Hell in a Cell. We gaan hem verslaan op je neus. Dirty pin. Oh, met mijn voetjes. And the champ kicks out. Still seems a little early. Dropped by a clothesline. He's going for it. Oké, kijkers, we gaan gelijk. Alles of niets. Spring zo hoog je kan. Holy shit. Well done. Auw. Uses the headbutt. Nee. Oh, wacht. Even met kijkers, mijn niveau is een beetje leeg. Even van me af blijven. Kijkers, als het goed is, horen jullie. Oké, kijkers, als het goed is, horen jullie me nu weer. En ja, ik heb even van een controller verwisseld, want mijn controller was leeg. Dat moet ook soms gebeuren, hè, kijkers. We zijn momenteel hard aan het vechten. Hup, op de neus. Back now inside the ring. We gaan gewoon zo'n trap pakken, oké, kijkers. Kom, we gaan gewoon zo'n trap pakken. Ik sla hem gewoon met mijn trap. Ho! Zag je gewoon? Boom, opeens HP, opeens HP. Lekker bang. En hang op je hartjes, vriend. Hang. Ain't no stopping him now. Bro. Wow, missed by a mile. Had that one well scouted. Cool, dropkick. He's simply reminding him that he's here. Signature. There's no recovering from that. Can he end it here? Nobody gets up from that, Cole. Okay, kijkers. Woohoo! Yes, he's lining him up. Kijkers. We gaan hem gewoon gelijk helemaal afmaken. Helemaal. Hups. An emphatic finisher. I can't believe it, Michael. Afgemaakt. A high-risk maneuver that works from that top turnbuckle. En we gaan nu iets heel gevaarlijks doen, kijkers, maar ik doe het voor het lang. Ik wil niet gelijk eindigen, ik wil een beetje spannend maken, hè, kijkers. Ga er maar vanuit dat ik gewoon ga winnen. Maar ik wil het wel een beetje spannend maken. Zoals ik net had ik hem al kunnen afmaken. Maar dat deed ik niet, kijkers. Auw! Hij gooit mijn dirty deeds. Nee, ik wil je finisher niet. The champ comes into this match incredibly motivated. Though all the motivation in the world might not help here tonight. Kijk, kijkers, zo tel als ik hem weer kan pinnen, dan doe ik het gewoon. The challenger is starting to slow down a bit here.
He's going to have to find a way to fend off the champ here. Well, he had to expect to take some punishment tonight. You don't step in the ring with this guy and walk away completely unscathed. Guys, he has so much pride in his game that I doubt a little offense like this will slow him down for long. Oh, clobbered by the steps. En recht in je rug. En weer. Man gang in there. Oh, the counter. Wow. A move like that is completely unnecessary, unless you want to degrade your opposition, of course. Oh, when yeah. This guy's on, look out. Nog een keer, huh? Oh, wat? Hey, dat deed ik bij jou, hè, vriend? Not even close. Jeez, that was embarrassing. Duh. Reverses Uh-oh. That one. That strike hit the spot. There's no way he could have avoided that blow. Hoezo sta jij gelijk op en ik niet? Punch. Ik ben moe. Kijk eens. Hij is moe. That lands. Hey. Just making his presence felt there. Oh, oh he nee. Reverses ah. it. Nee, hij doet weer dirty deeds bij mij. Kijk eens. Uh-oh, nu moet ik opslaan. Kijk eens, ik vind het eng. I see it, this might be a good time for the finisher. Oh boy, he is rolling. Counter here. I don't like the look in his eye here, folks. Oh shit. Rip mij. He's playing with him now. See if he takes the bait. Oh, ja, zo kan je niet zijn. Weet je hoe pijn dat doet? Die oh, no, voor. Whoops, that missed. That's putting it mildly, Cole. Showing very few signs of life here. Yeah, there's no way he comes back from this. Look out! Woo! Sending a statement with that elbow. Huts, Kleinert. That's worth another look. Yeah, I want to see that again. Connects with a counter. Flips the script on him there. Ga weg! Dat is niet leuk. Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this one's over. That packed a punch. He's simply reminding him that he's here. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. Nee. Oh. This is his opportunity to win this thing. Hoezo ligt hij zo lang stil? Dat is toch niet de bedoeling? Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. Here he goes for the win. One, two. What is keeping this competitor going? What a match. Okay, kijk eens, dat ging maar net goed. Dan zou ik verloren. He misses there. You just can't miss by that much, Cole. Pays for that one. Ah! Oh, no, this is... And there it is, boys. He somehow breaks free. Nice, but he clearly has next to nothing left to give here. Just making Wat? His presence nee, felt kijkers. There. Kijkers, dat gaat steeds slechter met mij. Straks moeten we de match nog restarten. Als ik mijn finishing niet kan doen nu. This is a scenario where if you're on the receiving end like he's going for the pin, this could be it. You can't teach the type of tenacity we're witnessing here. Unreal. Can you believe what he's withstood here tonight? Few superstars are as dominant as this guy. Big miss for him there, what? And he'll likely pay for it here. Die! Oh, ik lig gewoon dood. Het gaat zeker niet goed met mij, kijkers. Ugh. And he hits a big time drop kick. He wants it one more time. DDT! History might be made here. Thrown all over the ring with the strong Irish whip. Oh, he turns around.
He looks for it once again. Oh, what a DDT. Wow. He got him there. Ooh, kijk eens. Just look at this, Cole. Wow. Kijk, hij is gewoon half dood. Look at this. Gonna be tough for him to fight back from this. Stoel pakken. Well, the first thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. Gaat hij nog staan of hij is echt gewoon dood volgens mij? Guys, when you have as trained an eye as I do, you get to a point where you can see the finisher coming before it actually comes. And let me tip you off to something here. It's coming, and it's coming very soon. Ain't no stopping him now. This one's for good measure. A mammoth slam right there, guys. Now it's time to capitalize. It gets more and more impressive each time we see it. Looking for the finish. Okay, kijk eens, we gaan voor de stage weer beter. If that doesn't end it, I don't know what will. And he slams him down. Oh boy, he is rolling. Oh nee. Oh nee, kijkers. Ik wil juist met jou de ring in, zodat je kan finishen. He's docking his opponent from the top turnbuckle. Nee, dat was niet mijn bedoeling. Oh, sorry voor het geschreeuw, kijkers, maar opeens gaat het weer zo slecht. Het ging net zo goed. Ja, goed zo, Jacin. Kom maar weer terug te ringen, want anders kan ik je zo meteen niet pinnen. Both of these superstars looking a little worse for wear right now. His clothesline finds the mark. Oh, misschien lukt met een clothesline. Oh yeah, kijkers, we hebben gewonnen. Kijkers, we hebben de Intercontinental Championship. Woehoe. Oh yes. Het ging echt heel vaak fout. Maar het is uiteindelijk goed gegaan. Bam, Dirty Deans heet dat. En nog een keer DDT. Geweldig ging het, kijkers. We hebben gewonnen. Ladies and gentlemen, yeah. Here is your action. Oh, kijk. Twee championships. Victory indeed. Wow, when you pick up a pinfall victory over somebody like that, you've done something right. And I'd say that match certainly lived up to SummerSlam's historic and prestigious. Ik heb gewoon twee championships, kijkers. Prachtig. Kijkers, dit was deze korte video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zoals altijd zeg ik nog maar één ding. En dat is, je kan het al raden. Miauw, miauw, later.